Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe weekvlog. Ik ben heel erg moe van het weekend. Maar ik heb nu mijn tweede EMDR-sessie, dus ik spreek jullie zo. Zo knap hoe een therapeut eigenlijk nooit een mening geeft. Of ik dat kan, vind ik heel knap van haar. Ook al vraag je om een bepaald advies, wat moet ik doen? Gaat ze dat niet zeggen? Ze gaat je dan helpen om ervoor te zorgen dat je zelf voelt wat het juiste is. Ik moet wel zeggen, geschrokken is misschien niet het goede woord. Maar alle comments die ik kreeg naar aanleiding van mijn eerste EMDR-vlog vind ik wel heftig. Ik heb ook niet alles tot in detail gelezen. Ik heb ook getwijfeld of ik dit wel wilde delen op YouTube, die EMDR. Maar ik heb dat gedaan omdat 1. Ik transparantie op mijn kanaal heel belangrijk vind. En denk dat dat mij echt uniek maakt op YouTube. Doordat ik echt heel eerlijk ben. Ik lieg nooit. Ik hou hooguit mijn mond als het moet. Dus die eerlijkheid naar jullie toe. In het algemeen eerlijkheid, maar ook... struggle met mijn gewicht spreek ik natuurlijk zo vaak uit dat ik vind dat ik het jullie soort van verschuldigd ben om ook dit proces te delen. Maar ook omdat ik, als er resultaten uitkomen, kan verklaren waarom dat dus zo is. Maar ook vanwege het taboe, maar vooral het kunnen helpen van jullie. Dus werkt dit voor mij of niet? Dat jullie dan ook een beetje weten hoe zoiets verloopt, dat het voor mij heeft gedaan. En dat ik er dus mensen mee kan inspireren om ook iets te gaan aanpakken. Dus, maar vind ik het leuk? Heel eerlijk, nee. Het liefst had ik het niet gedeeld. Ik vind het niet... Het is heel moeilijk om na de EMDR te vertellen hoe het ging. Dat is echt heel moeilijk om uit te leggen. Niet qua YouTube, maar gewoon heel moeilijk echt uit te leggen. Die comments, zelfs met calorieën tellen. Ik ben er trouwens alweer mee gestopt. Maakt me gek. Ik vind het echt niet gezond. En die comments vind ik normaal heerlijk. Maar nu word ik er wel een beetje moe van. Al die comments waarin iedereen me vertelt sowieso hoe ik het moet doen met eten. Wat echt goed bedoeld is, wat ik zelf uitlok. Door alles te delen en alleen maar te vragen. Maar die comments naar die EMDR. Dat mensen schrikken van jeetje Charlotte, in jouw hoofd. Is dat helemaal niet chill om te lezen. Want ik deel mijzelf op mijn kwetsbaarste punt. Het is niet dat ik alleen maar zo denk. Dat ik de hele tijd zo ben. Maar dat is zeg maar ook mijn slechtste gedachten erover zijn dan zo. Helemaal niet chill. Om alle reacties erop te lezen. Maar ja, getuigt wel weer van dat ik alles deel en jullie heel erg meeleven. Dus no offense. Maar om even eerlijk naar jullie te zijn, ik vind dat niet chill. Ik verheug me er ook niet op om verhaal 2 van EMDR te vertellen. En daar weer de reacties op te lezen. Ik ben natuurlijk geen soap of zo. Ik ben gewoon een echt mens. Maar toch doe ik het, want ik vind dat goed. Ja, ik ga proberen te vertellen hoe deze sessie was. Wat er dit keer weer uitkwam, is dat eigenlijk het focussen op gewicht weer niet echt heel goed lukte. Iemand rijdt hier gewoon bijna een duif aan. Ik snap dat niet. En dat was de vorige keer ook een probleem, omdat andere dingen de overhand nemen. De vorige keer kwam daar dus uit, ja, een beetje prestatiegericht zijn. En een stemmetje die je steeds vertelt wat goed is en niet goed. En eigenlijk ging het daar nu een beetje op door. Maar kwam het er meer op neer dat ik een heel erg gevoelsmens ben, vertelde zij mij ook. Maar dat ik dat gevoel vaak helemaal niet toelaat. En dat kan komen door dingen uit het verleden. Kan ook komen door relaties die je hebt gehad. Pesten, whatever. En dat je dus... Ja, dat een gevoel best wel heftig is. En ik zeg altijd, ik kan best wel goed een gevoel voelen en het verwerken. En ben er snel weer overheen. Maar het kan ook zo zijn dat je eigenlijk met je verstand leert ermee om te gaan. Sommigen noemen het een muurtje opbouwen. Maar dat je gewoon ja, wat strenger voor jezelf wordt. En op die manier er weer mee om leert gaan. Maar dan heb je je gevoel wel gehad. Wat ik nu zeg, hebben we daar helemaal niet besproken. Dat is heel vaag. Maar je hebt het gevoel wel even toegelaten. Je hebt het wel gevoeld. Maar daarna stop je het weer even weg. En gaat je verstand het overnemen. Ik denk dat je daardoor je gevoel steeds verder terugstopt. Ik vind het zo... Oké, nou ja. Ik heb eigenlijk helemaal geen zin om helemaal precies uit te leggen. Want het is zo persoonlijk. Maar toch doe ik het. Hoe ik het nu voor me zag is... Je hebt dan je verstand, je stemmetje. En je hebt je gevoel. En mijn gevoel, kwam ik achter, zit echt heel diep. En uiteindelijk ging ik me daarop focussen dat ik dat gevoel... En dan zie je ook voor je op bepaalde manieren. Ik weet niet in hoeverre ik daarin moet gaan. Maar ik ben altijd zo eerlijk. Nou ja, ik zag het voor een soort van vuurbal. Mooi gevoelsbal. Rood, oranje, roze. Die dus heel erg laag zat. En die dus op een gegeven moment, echt na 10, 15 keer tikjes en zo, omhoog kwam. En toen besefte ik mij van ja, ik spreek eigenlijk heel vaak vanuit mijn verstand. Mijn hersenen, een stemmetje, hoe je het ook wil noemen. En dan heb ik een heel aanwezig gevoel, want gevoelsmens. Maar dan overheerst dat. Dus zet het bijvoorbeeld een relatable, misschien iets voor jullie is. Voorbeeld van mezelf vorige week. Oké, je sport maandag, woensdag, vrijdag. Heel chill om vol te houden. Dus ik hou me daar ook aan, want dan weet ik hou het vol. Dan heb je al het stemmetje wat zegt, als je niet aan dat schema houdt, ga je het weer niet volhouden. Maar dat zeg je ook omdat je weet dat je in het verleden dat vaak hebt gehad. Nou, vorige week vrijdag was ik zo moe, ben ik niet gaan sporten. Dus op gevoel besluit ik, je hoeft niet te sporten vandaag. Maar dat stemmetje zegt dan meteen weer, morgen ga je wel. Want je gaat wel je ritme volhouden.
En dat stemmetje zegt dan... Stemmetje klinkt heel kinderachtig, maar... Dat stemmetje zegt dan ook weer tegen je... En wel slecht dat je eigenlijk vandaag niet bent gegaan. Terwijl je uiteindelijk alsnog 3 keer in de week hebt gesport. Nou, dat is misschien best wel herkenbaar voorbeeld voor velen. Nou, dat is dus iets waar ik dan nu een beetje bewust mee bezig ga zijn de komende tijd. Dus denken, doe ik dit nu nou op gevoel? Of doe ik dit nu wel op een stemmetje? Of ben ik nu op mijn gevoel? En hoe snel neemt dat stemmetje het weer over? Wat ik al zeg, heb ik per se zin om dit te delen? Nou, niet heel erg, want het is gewoon persoonlijk. Maar ik ben zo persoonlijk op YouTube, dat is niet normaal. Dus, nou, graag gedaan. Dit was mijn persoonlijke EMDR verhaal. En net als wat ik vorige keer zei, dat gewicht is dus misschien helemaal niet het hoofdonderwerp. Maar dat is dus iets... Wat je dus, wat ook met dat stemmetje gevoelsding te maken heeft of zo. Nu ben ik heel erg moe. Ik ga even boodschappen doen, dan moet ik nog sporten. Dan komt die cool. Ik heb eigenlijk een veel te drukke dag. Voor zo'n druk weekend. En eigenlijk had ik een iets rustigere dag gewild. Maar oké, ik wil ook echt weer even werken. Zo, ik heb al heel lang niks gedaan. Ik bedoel, werken met YouTube en zo. Zo, ik ben nu weer heel moe. Trouwens, vanochtend mijn haar gewassen. Dus ik ben heel benieuwd hoe het gaat optrappen. En dat is het, een lekker weertje. Heerlijk. Kijk, zij zegt al van je moet meer naar je gevoel luisteren. Maar denk ik, mijn gevoel wil nu dus absoluut niet sporten. Maar daar ga ik niet naar luisteren, want dat vind ik zonde. Want ik weet hoe lekker ik me voel als ik sport. Dus ja. En dat is dan weer het stemmetje. Nou, deel vooral je eigen ervaringen of zo. En doe even een duimpje omhoog, omdat het leuk is dat ik dit allemaal deel. Goodbye. Zo. 3 voor 2. Ik had 2 uur gezegd tegen Nicole. Maar ik heb er up-to-date gehouden. Maar jeetje, wat ben ik moe. Ik kon niet. Ik ben niet vooruit begonnen. Ik ben niet... op de loopband gegaan. Mijn haar is inmiddels een beetje droog. Ik was bang dat die korte plukjes misschien raar zouden staan, maar niet. Maar het is wel mooi om nog eventjes met een borstel even glad te maken of zo. Het is echt heet. Waarom ben ik met de auto gegaan? Oké. Nou, dan gaan we naar huis en dan is Nicole er. Je ziet gewoon niet waar zij aan heeft gezet met het verven. Dat vind ik zo tof. Je ziet het gewoon niet. Zo natuurlijk gedaan. Echt geweldig. Oh my god, ze wil zo graag bij jou zijn. Ja. Nou, dat doet ze echt niet bij iedereen, kan ik je vertellen. Je hebt zo'n zachte buik. Ik ben echt benieuwd wat ze van jouw konijnen vindt. Ja! Heel aars. Echt therapeutisch gewoon, hè, zo'n geknor. Heerlijk. Ze vindt het heerlijk. Het is helemaal samen lekker rollen. Nicole is geïnfluencer TikTok. Ga je nu een curtain bangs doen? Ja. Oh. Maar ik heb het net al plat gefeund. Nee, dat geeft niet. Maar ik wil alsnog de erger. Ja, die is het best. €500. Ik weet ook niet of deze werkt. Je gaat hem ook nu gewoon op mij als eerste testen. Ja, misschien vliegt je haar wel in de fik. Dan weet ik dat ik hem niet moet gebruiken. Nou, het zit toch ook korte plek. Het is warm hoor. Ik ga nu even afkoelen. Je hebt ook curtain bangs? Ja. Sinds wanneer? Altijd. Je hebt ook zo'n spriet recht omhoog. Ja. Dat is wel meer bij mij omhoog. Het werkt niet, hè? Jawel, kijk! Ik zie niks. Kijk in de spiegel, ik vind nog een tand af, maar... De tand? Echt? Ja. Jezus. Nee, ja maar ik heb ook zo'n fan boven. Nee, ik kon sorry. Ja, kijk, aan die het kant. Het is alweer weg, kijk maar. En it's gone. Maar dat is waarschijnlijk ook met de airwrap. Je moet het op 90% nat doen, want ik heb het net als plat gefeund. Maar bij mij werkt het wel. Nou, doe. Ja, dat is met de roterende feunborstel. Ja, die heb ik ook van echt toen ik 12 was. Van Hamilton. Ja. Nee. Maar omdat ik heel erg stug haar heb, blijft mijn haar altijd staan zoals het zit. Ja, mij dan normaal ook, maar niet als ik het al heb gefeund. Oh. Jij doet zo, hè? Ja, erg hè? Dat is heel irritant, moet je niet doen. Sorry. Kijk, mijn haar is dus zo. Ja. Dus ik wil... Blijf hetzelfde haar, hè? Trouwens, denk ik. Dat is toch goed? Ja. Ja, ja. Volgens mij hebben wij een beetje hetzelfde soort haar als ik heb eigenlijk krullen. Ja, waarom doe je gewoon lekker? Ben jij bruin of niet? Bruin? Mijn haar? Ja. Ja, ik vind het goed. Wow.
Ja. Nou. Maar kijk, jij hebt, weet je wel, bij mij niet werkt. Ik heb dit net gedaan wat jij doet. Maar dan gewoon doe ik dat zo. Ik ga het nog één keer zo doen. Ja, maar ik heb het al plat gemaakt en dan gaat het niet meer bij mij. Echt. Ja, ik vind het irritant. Je merkt niet dat er een camera aan staat, hè? Nee, ik heb het al aan. Nee. Het is natural. Ik ben een natural talent. Toch wil ik een airwrap. Snap ik. Oh. Nou, het is wel, kijk. Ja, je ziet het daar niet. Kijk, weet je kijk in de spiegel. Oh. Nee, het is echt één krant door de weg. Maar ik weet waarom. Omdat ik het al heb gedaan. Nou, ik ben er blij mee. Kijk, kan. Maar wil je niet die andere borstel van mij hebben? Nee. Jammer. Weet je wat pas goed werkt? Heb je deze wel eens getest? Die enge waar je haar in wordt gezet. Nee, dat werkt bij mij niet. Jawel. Ik heb deze gekocht voor mijn kinderkoospraktijk. Weet je waarom ik dit altijd doe? Zo. Want mijn neus kleiner. Want ik kreeg ja, dat moet je echt niet doen. Dat vind ik zo dom waar je het ziet. Ik weet trouwens hoe dat moet. Ik kan het volgens mij ook. Maar bij jou ziet het er onnatuurlijk uit. Bij jou ook. Ik zie echt zo'n leuk hoofd en dan zie ik... Mijn vrienden pesten me daar ook. Ja, dat ga ik dus nu ook doen. Het ziet er echt niet uit. Ja, doe maar. Dat was het. Ah, je hebt ook nog lampen. Die kun je ook verkopen. Ja. Nicole zegt dat je dit kan vaker doen. Ik zie jou al helemaal op Schiphol dit doen voor mensen. Kijk dan! Wow! Moeten we het nu tapen? Voor jou! Hij kan serieus nog verder volgens mij. Dit is echt geweldig. Wat goed van jou. Wat slim. Je hebt dit nog nooit eerder gedaan. Ook niet op TikTok gezien. Nee. Ik had dus mijn bakkerskar op Marktplaats gezet. Want het neemt veel te veel ruimte in hier. Maar nu appt iemand of stuurt iemand via Marktplaats. Ze komt er nu aan. Ik zou tegen dit wel shit. Hij ligt nog helemaal vol. Er zitten allemaal vlekken op. Nou, deze meid is het hier gewoon helemaal aan het schuren. Waar is die andere? De andere wat? Schuurding. Goffen. Daar, dat voor je teun. Dat 100. Nee, dat is de niet-goffer. Huh? Dat, B80. Hey. Dit zat helemaal onder de vlek en nu is het helemaal bijna als nieuw. Iedereen gaat nu commenten. Wat fijn dat je Nicole erbij hebt in je leven. Wat een goede vriendin. Verder? Mensen zeggen de waarheid. Wifi hoor. Doe die mand naar die mand gaan. Oké. Het ding veeg dus niet naar achter. Maar kijk even, ik heb gewoon nu een pad. Ja, en ik ben dan zo blij dat de kasten weg zijn. En de kamer. Ja. Alleen eigenlijk is er nog heel veel niet uitgezocht en het oogt gewoon beter. Ja, maar wat wil je uitzoeken? Oh. Oh. Dat was echt ziek hard. Wat was dat? Je bordje. Ja, nou, het viel nog mee. Nou, dit bureau wil ik eigenlijk leeg, want ik heb helemaal van die mooie pennenbakjes en zo. Dan wil ik gewoon dat het een keer mooi is. Maar misschien is dat nu nog te vroeg stadium. Dit is voor op de bank die er dan komt, dus dat leg ik hier. Ja, en dit nagellaklijk bijvoorbeeld. Wat moet ik daarmee? Oh, wel lekker dat je hier kan lopen, ja. Ik moet even deze kaartjes opruimen. Kijk, deze heb ik ook van Lotte nog, deze drie. Oh, leuk. Nicole is echt een toppertje. Het was echt heel gezellig. Dus het is 5 uur gebleven. En ik heb mijn bakkerskar verkocht. Voor 27,50 die ik in mijn klas altijd had staan. Maar ik weet gewoon niet wat ik ermee moet in mijn kantoor. Nu heb ik even wat kleine dingetjes gemaakt. Ik heb hier van die salade, zeg maar echt die je als wrap kan gebruiken. Van de Aldi. Die zijn geweldig. Met dat geprakte avocado. Grote zalm. Sesam. Ik kon geen zwarte vinden. Dat is veel mooier. Maar dit is ook lekker. En een beetje parmezaan. Pesto moest op die we laatst door de courgettepasta hadden. Dus ik heb nog een burrata. Die moet ook morgen op. Met tomaat. Heel veel pesto. En dan nog een beetje olijfolie en balsamico zoutpeper. En dan hebben we dus van gisteren nog leftover sushi. We hadden heel veel sushi. Echt heerlijk. Eigenlijk eet ik dus geen koolhydraten. Maar in het weekend doe ik het nu dus af en toe wel. En vandaag dus ook een beetje. Ik moet toch een beetje lekker leven. En ik heb dit even bij elkaar gegooid voor een lekker cocktailtje. En ik ga deze nu een keer uittesten. Ja, het zonnetje schijnt jongens. We mogen even lekker genieten. Hey Robo, je vergeet daar. Je gaat terug, oké. Okay. Oh my god, dit is echt geweldig. Ik had echt moeten filmen hoe dit erop ging.
Dit is niet normaal lekker. Het is van de Hanos. Wat een lekker frambozen. En die cocktail is ook heel lekker. Yummy. Wow. Good morning, ik was vandaag super laat wakker, pas 10:15, omdenk echt door die EMDR. Terwijl ze ontbijt lekker cappuccino, ik heb met Lotje gebeld en nu heb ik even snel dit gemaakt. Het lijkt echt heel veel, super lekker die slaapbootjes. Dat zijn dus deze van de Aldi. En ik heb dan een paar met pesto, die dus op moet nog steeds, met truffelham. En een paar met een beetje avocado pesto en kip. En de opmaak is gewoon heel saai, maar het is echt heel lekker. Over een uur heb ik een afspraak voor mijn nagels, dus... Ik wou nu gaan editen, maar beter ga ik nu gewoon even douchen en me klaarmaken. Hoor je de crunch? Heerlijk. Oh, die pigment. Lekker. Oké, ik moet even opschieten. Ik heb dus na honderden berichtjes hebben gekregen over Charlotte. Ga niet meer bij die Chinese nagelsalons. En ga voor bio-op in plaats van acryl. Heb ik eindelijk geluisterd. Superleuk. Ik had een samenwerking met een salon. En toen bleek dat mijn buurvrouw... Echt mijn buurvrouw... Monique, die heeft haar eigen... Ik dacht dat het gewoon een soort beauty-achtige apotheek was. Maar het is veel meer dan dat. Mamo Joe, daar bij de Petunia tuin, zeg maar, het Zoetermeer. Dat zij nu ook nagels doet. Toevallig vroeg ik aan iemand die ik dan weer ken via 35. Waar zij altijd haar nagels deed, die waren gestopt. Dus ik vroeg waar zij nu ging. En toen zei ze dus bij Mamo Joe. En dat blijkt dus van mijn buurvrouw te zijn. En daar schijnen echt mega goede nagelstylisten te werken. Dus nu... Doe mijn buurvrouw en ik dus een samenwerking. Mega leuk. Dus ik mag gratis mijn nagels doen. En dan vlog ik dat. Nou, ik vlog natuurlijk altijd mijn nagelervaring. Ik moet er wel weer 6 minuten zijn. Maar dat doe ik natuurlijk altijd, dat delen. Dus hoe leuk dat we dan wat voor elkaar kunnen betekenen. En ik wilde echt gewoon niet meer de acryl. Ik wilde echt naar bio op gaan. En hoe toevallig dat zij dat dan nu doet. Echt sinds kort. Ze heeft dus stylistes in dienst, zeg maar. En ik ben zo benieuwd. Ik heb er helemaal zin in. En ze kunnen ook mijn acryl eraf halen. Dus dat is heel fijn. Dus ja, ik ga er nu heen. Ik ben echt... Ik moet zeggen, ik dacht altijd dat ik het niet fijn vond om een afspraak in te plannen. Dat is waarom ik heel vaak bij de Chinees ga. Want ik ben echt van, oké, ik wil vandaag naar de kapper. Oké, ik wil vandaag mijn nagels doen. Maar het is echt heerlijk dat je gewoon weet dat je die afspraak hebt. Ik was wel een beetje niet heel erg productief vandaag. Dat is dan wel weer jammer. Maar goed, dat kan gebeuren. Ik voel echt veel van de EMDR trouwens. Het speelt heel erg in mijn hoofd. Op een goede manier. Ik denk dat het echt heel veel voor me gaat betekenen. Om lekker wat vrijer te leven, zeg maar. Heerlijk. Ik heb nu open, want ik zie nu echt gewoon dat ik... Dat in die weekenden het loslaten... Dat ervoor zorgt dat ik geen gewicht kwijtraak. Want ik zie gewoon na het weekend ben ik weer boller. Ook in mijn gezicht. Maar ik vind het zeg maar wel oké of zo. Het is niet dat ik me nu slecht voel. Eerder dat ik denk van, oh ja. Dat is dus zo. Als ik dat niet wil, dan moet ik ook in het weekend opletten. Maar niet zo... Streng. Terwijl ik zie het nu echt aan mezelf. Mijn gezicht was wat smaller geworden en dat is nu weer bollig. Maar ik heb, ja, het boeit me niet heel veel. Dus. Alright, ik ga lekker zo. Mascara vind ik toch echt niet lekker zitten. Dus dit is een beetje mijn go-to lookje als ik wel iets ga doen, maar niet iets boeiends. Eigenlijk gewoon bronzer. En ik kan niet wachten tot mijn touch-up dat dit dan ook nog gedaan is. Want hoe chill is dit dat je niks met je wenkbrauwen hoeft te doen. En hoe blij ben ik met mijn haar. Straks ook met mijn nagels en dan EMDR. Dat is echt het jaar waarin ik lekker aan mezelf werk. Innerlijk, uiterlijk, heerlijk. Oké, ik ga nu weg. Nog even mijn nagels before. Het gel bottle. Meestal ga ik voor dit en dit. Eigenlijk altijd. Dat is in mij gedacht. Babyboom met roze. Ik heb meegenomen speciaal. Ik weet niet. Ik was gisteren voelde het gewoon. En ze komt gelijk mijn mond babyboom. Oh, dit is echt mijn kleurtje. Ja. Dat vind ik heel leuk. Dat noem ik altijd bubblegum, maar dat is het niet. Ja, ik heb er mee van. Ik voel het gewoon. Dat, Ik geloof daarin. Nee, als je het voelt. Als je het voelt. Ja. Ik ben er. Ik krijg nu zelfs advies over welke kleur mooi bij mij zou staan. Hoe leuk. Het is helemaal aan het kijken. Het eerste wat ze zei was babyboom. Iedereen inderdaad zijn eigen techniek. Ja. Moet je dat wel opbouwen met laagjes? Je gaat controleren, step by step. Je gaat één klein beetje. Je gaat controleren hoe wil je meer wit. Oh. Wacht even, ik ga proberen een filmpje maken. Als ik zeg ja, dan doen we op. En dan op. Terug. Als een haakje. Rijk als een haakje. Ik vind het echt nooit hakken. Ja, ik ben niet zo sensueel. Ja? Die handschoentjes zo. Oh.
Want nu kan je wel. Kijk, nu kan je wel zo sexy. Ja, maar nu denk ik ze strak. Sexy. Ja, maar hoe kan het? Wat voor cursus is dit? Nou, maar moet zacht, hè? En niet zo. Nog proberen. Okay. Kom je voor je nagelsbordje tegen? Ja, nu? Mm-hmm. Ja. Langzamer zeker. Mm-hmm, langzamer. En ze gaat thuis oefenen dadelijk, hoor. Ja. Mijn vriend denkt trouwens, wauw. Ja. Ja, dat is sexy. Ja. Yes, zij mag het niet. Oh, die mogen niet omhoog, dat bedoel jij. Wat jij wil? Nee, dat is jou. Ja. Gaan piano spelen. Op, we komen zo bij jou ook, hè. Ja, ja, jij moet wat zo. Net nieuw je gedaan, klopt. Ja, 1, 2, 3, ja. Nee, ik kan niet onder druk presteren. Dat lukt mij gewoon niet. Dan gaan we filmpje gaan we praten over lunch. Oeh, lekker alcoholvrije cocktail ook. Yummy. Lunchtime. Ik heb 2 koolhydraatarme broodjes met avocado, zout, peper, chili, truffel, balsamico. Die nog steeds uit Duitsland. Ik heb geen normale. En 2 gekookte eitjes. Lekker. Wow, dit koolhydraatarme brood. Ik weet niet meer waar ik deze vandaan heb. Maar deze is echt niet lekker. Ik heb hem gewoon niet opgegeten. De vorige keer had ik dus deze. Die is dus wel goed. Maar ik weet even niet van welke winkel ze zijn. Maar dit is echt niet lekker. Dus ja, dit gaat er. Prullenbak in. Vind je ook wel leuk om te zien, denk ik. Ja, het is alleen al voor het oog. Is het toch gewoon, als ik het me nu inbeeld, is het toch gewoon geweldig. Alleen al die thumbnail met al die bubbeltjes. Ja, superleuk. Ja, zeker. Hartstikke leuk. Helemaal goed. Toppie, dankjewel. Okay. Ja hoor. Doei, doei. Doei, doei. Ik ben eigenlijk echt een slechte influencer, want ik doe echt veel te veel gratis. Je kan zoveel geld verdienen met dit, maar ik wil het ook leuk houden. Dus ik krijg straks 10 bubble teas opgestuurd. Ik zag ze op thuisbezorg, Bubble Bay. Ze zitten in Den Haag-Ippenburg. En ik ga er straks een mukbang filmen. Ik ga eerst sporten. Met 10 bubble teas die ik deels zelf heb uitgekozen en deels zij heeft uitgekozen. En ja, dan hoor ik haar en dan klikt het meteen. Dan is het zo'n leuke meid van 33 die haar eigen zaak heeft. En dan denk ik ook, ja... Dat vind ik ook gewoon leuk. Het is leuk voor mijn kanaal en het is leuk voor haar om haar te promoten, weet je wel. Dat, ja, dat vind ik dan al die smaakjes. En denk ik, ja, dan kan ik altijd wel denken, je moet hier honderden euro's eigenlijk voor krijgen. Maar ja, het moet ook leuk blijven het leven. Maar op zich gun ik mezelf ook wel een keer dat ik een keer een samenwerking krijg. Een betaalde samenwerking, want ik doe zoveel gratis. Dan natuurlijk niemand meer. Iedereen denkt natuurlijk, bij haar kan ik gewoon gratis samenwerken. Maar oké, okay, ja, jammer dan. Ik vind het leuk. Ik ga nu sporten, want dan moet ik een beetje opschieten. Daarna me nog even klaarmaken. En dan ga ik een mukbang opnemen met 10 bubble teas. Zo leuk! Oh, dit beeld is zoveel beter. Ik heb net eens weer een video gefilmd met mijn goede lens. En dat is echt heftig. Daar is je hoofd 2 keer zo groot. Maar ja, het beeld is wel mooi, jongens. Dreams come true. Ik heb net op Instagram gezet. Dit is voor mij gewoon een droom. Echt 10 gratis bubble teas. Kijk nou, ik heb dit net gefilmd. En de bedoeling was dat ik vragen zou gaan beantwoorden. Maar ja, ik had het kunnen weten, want ik ken mezelf. Ik praat zo een half uur over bubble tea. Dus toen dacht ik, ja, om nu nog allemaal vragen te gaan beantwoorden, slaat nergens op. Dus ik denk dat ik een... Ik dacht, ik ga het in mijn vlog doen. Maar die duren ook al lang genoeg. Dus ik denk dat ik gewoon lekker voor de lunch of zo... Ik ben zoveel nu alleen thuis. Ga ik gewoon lekker een leuk keto lunchje doen of zo. Ga ik dan lekker met jullie kletsen. Even kijken of ik met goed of slecht beeld ga doen. Of met dit beeld. Kijk hoe goals. Ik heb deze hier al een uur staan en hij is nog steeds helemaal zo mooi. Ja, geweldig. Oké, de dochter van mijn vriend kan ook met thuis komen. Die wordt helemaal gek als ze dit ziet. Zij vindt vooral die fruitsmaakjes lekker. Ah, ik ben benieuwd hoe lang ik dit ook kan bewaren nu in de koelkast. Die vanilla sky is wel echt. Oh, dit beeld is zoveel beter dan het andere. Elke keer dat ik met die lens heb gefilmd, heb ik spijt. Denk ik, had ik maar niet met die lens gefilmd. Het is echt confronterend. Maar ja, het is niet dat ik hier lieg of zo. Dit is ook mijn hoofd. Maar die andere lens is gewoon net alsof je op tv bent, weet je wel. Gewoon echt zo... Dit is trouwens, heb ik in de video vroeg me af wat dit is, maar het is sendal. Dat is dus zo'n Indonesisch soort drankje. Heel apart, eigenlijk is het heel lekker, maar ik vind het te heftig. Voor de rest vind ik alles geweldig. Ik ben gewoon aan het bijkomen van mijn enthousiasme van hoe blij ik ben dat ik hier 10 bubble teas heb. Waar ik nu helemaal niks meer mee kan, maar ik vind het zo leuk. I like. Laatst heb maken we dus een beetje dingetjes op uit het frietje. Maar dan eigenlijk vind ik dat steeds super lekker eten. Dit is sowieso dus echt nu mijn nieuwe verslaving, die slabootjes. Ik heb dit keer avocado, kipfilet, parmezaan en
sambal, mango chutney, die pittige. Geweldig. En dan ook nog gewoon kip, lam, kip, allemaal uit de vriezer. Kan er ook nog allemaal in. Dan hebben we hier gewoon nog pizza, Turks pizza. Allemaal dingen die op moeten, maar bij elkaar is het allemaal zo lekker. En dan lekker wat veggies. En dit. En dat lamsvlees van de Aldi is geweldig. Maar vooral van de slabootjes ben ik dus echt mega fan. En als je dus lekker ook van die warme kippendij in zo'n slabootje doet, vind ik dat eigenlijk oprecht nog lekkerder dan een taco. Heerlijk. Ik heb ook gewoon allemaal losse er nog bij gelegd. En die kan je dan ook vullen. Ik heb de laatste tijd zo goed schuim. Echt gewoon niet alleen het laagje. Ik heb net op Instagram even gedeeld welke melk ik dus gebruik. Maar lactosevrije houdbare melk. Geweldig. En ik ga even weer lekker laptoppen. En nog niet de bachelor finale kijken. Eerst even werken. Hé, hey, er is weer een Ali hoesje binnen. Dit keer maar eentje. Dit is een juicy butt. Nou, eigenlijk is het gewoon perzik, maar... Oeh, dat is toch leuk. Zo'n squishy butt. Kan denk ik zo aftrekken, maar... Very cute for the summer. Very cute. Ik moet even opschieten, want ik moet douchen. Want ik moet zo even de kussens ophalen die ik moet verzuren. Zo sexy. Nee, alle kussens van Ala heb ik dus voor 15 euro verkocht. Echt veel te goedkoop, maar goed. Maar mijn schoonmoeder had er nog 5 opgeslagen. Want die neemt vet veel ruimte in. Dus zij is zo hier in de buurt. Dus ik ga het er even oppikken. Maar het regent echt de hele dag. Ik heb de Bachelorette gekeken. En ik ben zo blij. Het halve finale, zeg maar. Dus er zijn er nu nog 2. En ik ben zo blij met de derde die Sil eruit heeft gestemd. Want ik dacht eigenlijk... Sylvia is trouwens zo'n cute persoon. Ze reageert ook vrijwel altijd op Insta en zo. Maar ik dacht eigenlijk, ik denk dat heel veel dat dachten, dat ze in eerste instantie dat ze voor hem zou gaan. Maar ik had ineens zo'n goed gevoel bij die andere ook. Maar ik wil niks spoilen. Dus oké. Right, ik ben fresh. Oh, ik wil zo graag die Dyson Airwrap, maar het is zo duur. Ik zit nu op Vinted te kijken. Dit is douchen. Cutie, hè? Ik ga even een beetje opmaken. Nog een beetje rommelen en dan ga ik... Ik heb nog 20 minuutjes. En ik ga denk ik vandaag... Weer een mukbang maken. Of een Oostenrijk of video. Maar ze is nu trouwens echt slecht. Want ik heb er heel veel droogshampoo in gedaan. Maar ik moet die Q&A nog opnemen. Ik heb er op zich wel zin in. Maar eigenlijk moet ik ook studeren. Want vandaag is mijn studie een week geleden begonnen. Dus dat betekent dat ik al 5 uur achterstand heb. Hè? Want ik heb het nog niet gedaan. Dus ik moet even in die vlog komen. En moet nog weekvlog editen. En ik moet eigenlijk mijn bestellingen wegbrengen. Ik moet nog best wel veel doen. Dus. Maar ik ben vandaag alleen tot 9 uur 's avonds. Want hij bij zijn ouders. Dus dan heb ik echt zo'n mega lange dag om dat allemaal te doen. Helemaal warm van het kletsen, de mukbang. Dit is waarschijnlijk weer 3 kwartier. Eigenlijk wil ik nu ook nog de proefvideo erachteraan opnemen. Maar over een half uur is het donker. Het kan wel. Maar ik vind al 2 video's op een dag niet zo leuk. Ook dan heb ik het idee dat je dat ook met je kan zien. Dat het dezelfde dag is of zo. Als ik dit zo zie, is het wel nog goed licht. Nee. Ik ga toch niet... Wat is er met mijn mouw gebeurd? Water. Huh? Waarom voelde ik dat helemaal niet? Nou, ik ga toch... Het is volgende week bubble tea, dan weken na... Dus het, nee, dat is toch veel te veel. Dan kan ik beter een andere dag nog doen. Wel leuk om weer te filmen. Ja, very leuk. Haha, nee, ik ben ook wel moe altijd hoor, na een video. Het is al 7:30. Nou, ik weet niet wat ik verder wou zeggen. En ik ben een beetje moe van de pizza, omdat ik denk ik niet meer gewend ben om koolhydraten te eten. Kan dat? Maar het was wel leuk om te doen. Hallo jongens, het is vandaag vrijdag en ik kreeg vannacht dus ineens super erg buikpijn. Toen was ik dus ongesteld, maar 2 dagen te vroeg. Maar vandaag heb ik er heel veel last van. Terwijl de vorige maand waren op wintersport en toen, ja, toen was ik wel een beetje emotioneel een paar uur, maar ik had bijna geen pijn. En nu heb ik echt heel veel last. Dus ik weet niet of ik vandaag ga sporten, anders ga ik morgen. Maar ik heb nu iets heel lekkers besteld en ik wil eventjes naar mijn opleiding gaan kijken. Ik heb net mijn bruine poeder opgedaan. Ik zie dat het niet zo goed zit, maar... gisteren is dus de tweede week begonnen. Eigenlijk gisteren was zeg maar al een week dat ik dus in mijn studie kon. Dat betekent dat ik eigenlijk al 5 uur had moeten studeren. Ik zat net een beetje te kijken, maar het is zo anders dan wat ik gewend ben. Het is gewoon serieus. Je klikt op het hoofdstuk en het enige wat je kan doen is een toets maken. En dan ga je er dus vanuit dat je dus moet leren wat er bij dat hoofdstuk staat in je boek. Maar er staat helemaal niks verder, dus dat is zo gek. Dus ik ga nu gewoon even hoofdstuk 1 lezen. Maar ik heb... We hebben niet echt meer lekker eten in huis, dus ik ga zo boodschappen doen. Maar ik heb nog geen zin in, dus ik heb een pokeball besteld met sla en allemaal hele lekkere dingen erop. Dus ik dacht, dat is misschien wel gezellig om even
die te eten en ondertussen een beetje naar mijn studie te kijken en een beetje te vloggen daarover. Dus dat ga ik nu doen. Trouwens, nog lekker mijn haar gewassen. En het droogde best wel frizzy, hagelachtig op. Dus ik heb het even met die föhn gedaan. Ook gisteren trouwens een Dyson besteld. Maar dat komt wel als ik hem heb. Dit mocht ik gratis erbij. Ik ben heel benieuwd, want ik ben dus voor een extreem overdreven luxe bol gegaan. Want het was van een 25 euro gratis bezorging. Dus toen dacht ik, ik ga allemaal toppings doen. En het was precies 25 euro. Dus ik heb echt een mega bol. En de saus heb ik apart. Ik heb sriracha mayo en wasabi mayo. Verder is deze bol dus helemaal keto. En ik heb waarschijnlijk 2 stokjes omdat het best wel groot is. Maar hoe lekker. En het wordt mega snel bezorgd. Ik heb hier nog nooit volgens mij besteld. Het ruikt super lekker. Je kan dus kiezen rijst, sla of een mix. En ik heb alleen maar sla. Dus deze hele bol is keto. Nou ja, misschien die sesamzaadjes niet. Even kijken, ik heb tonijn, zalm, viseitjes, furikake, ik weet niet hoe je dat uitspreekt, zo'n zeewiermix, avocado. Oh, dit is trouwens, heb ik mango gedaan? Nee toch? Oh ja, anders kwam ik niet aan de 25 euro, dat is ook niet keto. En 2 keer zeewiersalade. Volgens mij had ik nog iets. Ik had ook rettig, maar die zie ik nog niet. Vetje, ik dacht ja, als het een sla is, wil ik echt veel toppings. Hier zit zeewier. Oh, hier zit nog rettig. Ziek lekker. En wortel. Geweldig. En mega healthy. Dus ik ben blij. Ja, en dan dus ook nog deze erbij. Maar die horen eigenlijk op de bol. Maar wel goed dat ze dat apart doen, want dan wordt het niet zacht. Dus nu ga ik even lekker eten ondertussen. Het voelt zo raar dat dit het enige is wat je hebt. Maar ik ga dan dus nu in deze map kijken. Alles wat ik heb om te studeren. Kijk haar. Ziek, ja? Ik ga even proeven zonder saus. Dat zie ik lekker. Ik ben niet zo'n hele erg pokeball fan. Deze is dus ook, ik zou zeg maar voor 25 euro eerder sushi bestellen dan een pokeball. Maar ik wilde heel graag geen rijst. Dus dan is dit wel echt een super goede optie. En het is volgens mij echt in een kwartier bezorgd ofzo. Heel super snel. En dit is heerlijk. Wasabi. Waar is de sla? Ik heb natuurlijk zoveel toppings gedaan. Ik ben benieuwd wat voor sla er überhaupt onder zit. Oh ja, gewoon zo'n melange. Bizar. Dit is de luxe pokeball die ik ooit in mijn leven heb gezien, denk ik. Ik had wel weer een mukbang kunnen maken, maar ik dacht, dit doe ik gewoon even in mijn vlog. Hi Poesie. Alright. Ik denk niet dat ik me heel goed ga kunnen focussen nu hoor. Ik ga straks gewoon even serieus aan de slag. Maar oh, het is nu al geschud. Ik ga zo gewoon even zonder camera even mijn focus hoor. Maar ik dacht het wel even leuk om even een beetje te kijken nu. Ik moet niet op mijn boek gaan knoeien. Nu staat de camera zo laag dat jullie de bol weer niet zien. Ik vind rettig zo lekker. Het is wel een tip serieus als je gewoon voor sla gaat met vet veel toppings. Echt heerlijk. Ik hou heel erg van rijst, maar dit is ook heel lekker. Ik ben blij dat ik de dressing apart heb gedaan, want op die zeeërsalade is het ook altijd wel best wel veel saus. Eigenlijk vind ik alles lekker zonder dressing. Alleen bij zalm, rauwe zalm, vind ik het wel lekkerder om er iets bij te doen. En de zeeërs is trouwens heel lekker. Soms vind ik die een beetje poepig smaak ofzo. Nou, op mijn laptop zie je dus alleen maar al je hoofdstukken. 1 video over hoe je een praktijk of zo kan oprichten. Verder helemaal niks. Dus ik heb het gevoel dat ik iets mis, maar misschien ook niet. Kijk, dit is zeg maar mijn laptop. Hier staat dan de relatie tussen hulpverlener en cliënt. Les 1. Oh, het is gewoon per les, niet per hoofdstuk. Oh, niet per module. Module 1 is algemene gespreksvaardigheden en ethiek. En dan heb je lessen, oké. Okay. Weet je dat ik bezig ben met de toets? Ja, ik had hem even geopend omdat ik even benieuwd was wat je kan verwachten. Maar ik denk dat alleen de lessen openstaan van module 1. Ik dacht dat dit voor het hele jaar was. Want kijk, les. Ah. Oh, wow. Heeft 1 module 30 lessen? Nee. Oké, dit klopt niet. Module 1 is les 1 en 2. Module en 3 en 4. En dan module 2 is les 5. Ontwikkeling en erfelijkheid. Ja, oké. Okay.
Maar ik heb 3 boeken gekregen, dus alles wat ik nu zie is volgens mij voor boek 1. Dit gaat tot en met les 30. Ja, les 30 overgewicht bij kinderen. Les 30, ja, oké. Okay. Dus alles wat ik nu kan inzien is dit eerste boek. En ik heb dus 3 boeken. Oké, good to know. Dan hoef ik dus voor 1 toets maar 1 les te leren. Dat is wel heel chill dat je niet een toets hebt over... hoewel ik dat wel beter vind eigenlijk. 1 toets over meerdere lessen. Maar het gaat dus per les. Dus qua leren is dat wel makkelijker. Want dan kan je heel erg specificeren op die les. En is het dus ook een beetje... Blijft het een beetje bij 1 onderwerp en gaat niet alles door elkaar heen. Maar misschien voor de eindtoets wel. Want ik vind wel, als je echt wil checken of iemand een bepaalde kennis beheerst, moet je wel eigenlijk alles door elkaar heen vragen. Maar we gaan het zien. Ik moet gewoon even beginnen, denk ik. Oké, nou, ik ga gewoon even beginnen. Les 1. De relatie tussen hulpverlener en cliënt. De grondhouding van de hulpverlener. Ethiek en effectiviteit. Non-directieve of directieve houding. Oordelen en veroordelen. Betrokkenheid. De relatie hulpverlener-cliënt. Dat is wel leuk, want hier heb ik volgens mij nog nooit over geleerd op de PABO. Echt, dit is echt het stukje ja, therapeut of coach zijn, dus dat is wel interessant. Afstand en nabijheid, gedragsgrens van cliënt en hulpverlener, respect en betrokkenheid, empathie, omgaan met agressie. Dat heb ik eigenlijk alleen gehad met, nee, heb ik ook gehad op de PABO en ook met mijn SVH, maar dat is anders. De Roos van Leary, die heb ik zeker wel gehad. Ga uit van je kracht, huiswerk. Oh, zou hierin staan wat je huiswerk is. Ik moet gewoon even beginnen. Ik vind het wel heel chill aan deze tafel trouwens. Ook voor om te filmen, maar ook om het zo te zitten. Ieder leerproces bestaat uit kennis en kunde. Door het lezen van deze module doe je kennis op. Deze opdrachten die je thuis voor jezelf uitvoert, helpen je om kundigheid te ontwikkelen. Iedere les sluiten we af met meerkeuzevragen, opdrachten en parate kennisvragen. De meerkeuzevragen maak je in het studentenportaal. Met de opdrachten en parate kennisvragen... Ik heb dat woord nog nooit trouwens zo gezien. 1 woord. Parate kennisvragen. Kun je je leerproces nog eens extra stimuleren? Deze stuur je niet in via het studentenportaal, maar maak je voor jezelf. Oké, okay? Note to myself is om dat ook te doen. Oh, nu heb je dus opdrachten. Dus de opdrachten voor hier zijn, voor deze les. Oefen met een gesprekspartner de omgang met agressief gedrag. Je verzint samen een situatie waarbij de 1 agressief wordt. En oefent door middel van een rollenspel. Het is belangrijk om vooral niet te ingewikkeld te beginnen. Ga na de sessie na wat het rollenspel met jullie deed. Draai de rollen ook eens om. Het is goed om een stopteken af te spreken. Ook een rollenspel kan flinke indruk maken. Geef goed je grenzen aan. Dat is een opdracht. Dan heb je nog een opdracht. Wat er soms wel niet verantwoord is binnen hulpverlening. Oké, ja, ik ga niet alles vertellen. Dat is misschien saai. Maar laat vooral even in de reacties weten of jullie het leuk vinden. Of ik hier veel over deel of weinig of niet of wat dan ook. En dan zijn dus de parate kennisvragen. Dat zijn er 13. Nou, ik vind het eigenlijk wel goed opgebouwd. Ik ga dan nu eventjes lekker een beetje lezen. En als ik dan iets zie waarvan ik denk, dat vind ik leuk om te delen, wat ik ook bij SVH deed, dan deel ik het. Want anders gaat het echt veel te grote rol spelen in mijn vlog. Maar ik merk dat er op zich altijd wel interesse is hoor. In dit soort dingen. Maar ja, ik wou natuurlijk ook nog filmen dat ik deze Pokéball heet. Het is wel een goede vorm, ik ben zo'n Pokéball. Die laptop van mij maakt echt veel herrie, hè, als hij aan het renderen is. Mm-hmm. Zo. Heel irritant. Ja. Hij moet wel. Hij is die mukbang aan het opslaan. Pokéball is ziek lekker. Ja. Oké, tot zo. Ja. Geen mukbang hoor, maar gewoon lekker in de vlog. Het eerste wat ik nu lees, wat ik niet wist, is dat ongeveer 1 op de 4 mensen in zijn leven in aanraking komt met geestelijke gezondheidszorg. Dat vind ik best wel weinig. Meer dan de helft van alle mensen zou 1 of meerdere keren hulp kunnen gebruiken. Ik vraag me af hoe ze dat meten. En dat het voor iedereen eigenlijk goed zou zijn. Maar ik ben pas bij bladzijde 4. Poesie. Wat doe jij? Kijk deze garnalenkras. Kijk. Hallo. Hey, een eenhoorn. Ik heb
4 bladzijden gestudeerd. Wat is dit? Ik moet het even feunen. En toen werd ik weer afgeleid en ik had gewoon zoveel zin om weer om te editen. Ik vind het zo leuk, maar ik heb nu bijna alles wat ik kan editen geëdit. Dus dan kan ik ook niet meer editen. En nu moet ik heel snel naar het postkantoor, want ik moet iets van Vinted. Daar heb ik die bontjas leopard verkocht. En naar het gewone postkantoor. En dan ga ik ook nog naar de supermarkt en zo. Dus ik ga nu weg, want over een half uur is het al allemaal dicht. Hallo jongens, het is ochtend. Ik had wat dingen bij Weekamp besteld. En dit pak is net niet leuk helaas. Ik vind zulke pakken dus super leuk. Maar deze heeft zeg maar een soort van piemel hier. Nou, dat is echt geen gezicht. Ik doe het even hier beneden. Ja, hij is gewoon... Hier van boven vind ik hem echt wel leuk. Maar dit is niet mooi. Terwijl op zich... Nou, het is gewoon net erg tuinbak. Het is net niet sexy. En dat is echt door dit. Ik denk, wat hoort hier dan in te zitten? Zie je wat ik bedoel? Dat is gewoon zonde. Of hij moet dus hoger. En dan is hij dus te groot. Dan hoort hij dus zo. Ja, dat, of dan is het bedoeld voor enorme boobs. Die het zo, ik weet niet. Maar jammer, net niet. Dan heb ik er nog één zo'n pak van een mango. Vind ik veel lekker zitten, want het gewoon strak zit. Maar die is eigenlijk net te strak. Kijk, hier gaat hij open. Het is wel hier ook net een beetje strak. Maar wel vet mooi. Kijk dan. Superleuk. Hier zie je net zo'n buikantje. En dit vind ik dan net niet mooi. En ik vind de onderkant ja, voor de zomer wel leuk. Jammer, superleuk. Ik vind het echt heel mooi. Deze is van Mango. Ook nog zo'n strakke top besteld. Die vind ik eigenlijk ook wel leuk. Vind ik de laatste tijd dus super leuk. Weer zo'n lekker stofje met zo'n kool en lange mouwen. Maar ik ga dus wel eens even kijken wat het kost. De stofje is iets dikker. Ja, bij die zebra broek. Ja, dit vind ik ook wel leuk. En dit staat dus wel, maar ik hou hier niet zo van. Dat wist ik al toen ik het ging bestellen. Oh, hij is sowieso wel heel bloot. Toen ik dit bestelde dacht ik het al, van dit is niet echt iets wat ik draag. Maar het staat dus wel mooi. En dit staat wel heel snel af, maar hier moet je dan echt een BH bij. Oh, ik kan van achter nog dicht. Ik vind echt wel dat het goed staat, maar ik ga hem even dicht doen. Dit vind ik echt zoiets wat je op je examen uitrekking aantrekt of zo. Dit is iets wat mijn moeder mooi zou vinden, denk ik. Maar ik weet het niet. Ik vind het namelijk wel mooi staan. Ik hou ook niet heel erg meer van dit. Ik vind het een lastige. Hij is wel heel per licht heel anders, zeg maar. Het is ook moeilijk om hem goed te laten zien. Oké, hij zag dat het mooi is en dat ik er lekker uitzie in dit pak. En dat ik het zo van haar aan zou kunnen trekken. Ja, ik vind het dus ook leuk eigenlijk. Maar ik vind het belangrijk vooral dat het van achter ook mooi zit. Want vaak zijn die pakken heel lom. En deze is wel bij je billen. Oh, hij. Wel mooi. Dus ik hou dit denk ik. Ik ga even kijken wat het kost eigenlijk. Ook nog dit soort van chill pak besteld van Nikki. Het is van de kerst. Dus het was best wel afgeprijsd. 60% korting of zo. En wat vinden we hiervan? Het is best wel, het laat best wel al je vormen heel erg zien. Maar voor een pyjama is dat wel leuker dan een soort wijd lomp ding. En ik vind niet dat die flatterend is of zo. Meer, ja, curvy zeg maar. Dat wel. Nou, ik weet niet dat dit super mooi zit. Het lijkt een beetje op skipak. En het lijkt alsof die heel strak zit, maar hij zit dan nog best wel loose. Dit, nou, dat vind ik niet per se super leuk staan. Ik vond het wel leuk om iets van Nikki te hebben, maar... Nou. Ik ga deze niet houden. Dus nog zo'n top. Ze zijn van Colorful Rebel trouwens. Het is hetzelfde stofje. Ik vind het wel super tof. En ik heb ook een broek aan. En ik ben echt altijd verbaasd als broeken passen. Ik vind hem niet heel mooi zitten. Maar het is wel leuk dat hij past. Alleen heel veel stof om weg te stoppen. Heel lang. Dit vind ik echt een oma broek. But the top is cute. Dit is echt de meest comfortabele broek die ik ooit aan heb gehad. Wat ik altijd lelijk vind bij stretch is dat je dan die buikrand zo ziet. En dit een beetje tekent altijd een beetje. Hij staat sowieso niet echt heel mooi, maar ik vind hem wel heel lekker zitten. Heerlijk gewoon. Ik zou deze alleen al willen hebben, gewoon als thuis spijkerbroek. Nee, maar hij is eigenlijk misschien als hij een maatje kleiner is, zou hij ook mooier strakker zitten. Hij is nu net hier een beetje losjes en je ziet het er zeg maar doorheen. Dan krijg je ook niet per se, weet je, die gaat dan moet je het optrekken. Dus... Maar het zit zo lekker. I love it. Zo, überhaupt dat ik broek heb besteld die ik pas, is echt een verademing. Ik bedoel, hoe leuk is dit? Gewoon, hé, hey, lekker naar buiten. Gewoon. Maar ik vind het zonde om een broek te kopen die niet helemaal mooi zit. Van onder is hij dus het is een beetje zo vintage of een beetje zo'n, ik weet niet hoe je dat noemt. Ik ben wel benieuwd hoe deze maat kleiner zou zitten. Maar je denkt nu, oh, het zit strak. Maar zit het eigenlijk te los? En daardoor moet ik hem zo hoog trekken dat hij gaat tekenen. Hij zit echt heel wijd. Ja, ik vind dit heel lelijk. Al die broeken zitten te groot.
Nou, blijkbaar heb ik een maat kleiner of zo. Of ik weet niet wat het is. Maar hoe leuk is dit? Zo'n broek met zo'n top. Ik wil dat echt heel graag. Maar dit is ook gewoon veel te wijd. En overal een beetje hetzelfde see-through probleem. Ik heb helemaal niet zo'n dikke buik, maar ik heb hier wel zo'n rand. En dat vind ik niet mooi als je dat ziet. Ik wil gewoon een broek die je niet eens hoeft op te hijsen. Maar oh my god, ik wil echt een witte broek nu. Misschien ga ik deze wel een maatje kleiner proberen. Kijk, van zij, zo zit hij super mooi. Echt, I love. Deze zit dan weer net een beetje strakjes. Maar ik denk dat het ook wel uitloopt. Je blijft alles weer doorheen zien. Dat vind ik gewoon minder mooi. Anytime. Maar ik vind hem ook niet super flare. Maar dit is wel een beetje waar ik nu, wel waar ik nu een beetje van hou. Ik vind het echt zo mommy of zo. Ja, I love this. Maar deze ga ik ook niet houden. En dan de laatste broek. Die zit op zich wel mooi. Vroeger haatte ik dit soort figuren. Qua broeken, maar nu niet. Maar zie. Hij knelt. Heel erg. En dan geeft je ook niet per se een mooie kont of zo. Ik vind het wel heel leuk allemaal. Sowieso leuk dat het allemaal past. I like. Ik heb nog twee shirtjes, maar het is al 12:30 en we moeten naar een verjaardag. En ik moet ook nog naar de sportschool, dus ik ga nu stoppen. Duimpje omhoog voor kledingshoplogs. En ik had dit weer aangetrokken, want I love it, maar het is veel te groot. Maar ja, wel heel leuk om een beetje zo'n nieuwe steltjes te ontdekken en zo. Boziek, lekkere lunch, carpaccio. En romaine sla, want ik had geen slabootjes met sambal, avocado, kip. Zo lekker. En natuurlijk weer te laat. Irritant. Dan heb ik dus niet per se een crisis, want ik weet gewoon dat ik dit aan wil. Maar dan ga ik toch ook nog andere dingen passen. En dan weet ik weer niet wat voor sieraden hierbij moeten, wat voor schoenen. En dan is het een leuk pakje, dus dan wil ik het niet verkeerde keuze maken. En dan... Ik heb nu heel veel make-up op, omdat ik het super snel maat opmaken. Hè? Dus het waait er wel weer af op de fiets. Maar dan zie je hier van, oh, wat voor BH moet hieronder? Dus nu heb ik er een body onder. Dit vind ik eigenlijk ook niet heel mooi, maar oké. Een body. Want ik vind het en te wit en ik vind de ketting niet mooi. Maar ja, op een gegeven moment moet je gewoon gaan. Daarom, als je een beetje perfectionistisch bent, moet je dit soort dingen gewoon eerder doen. Want nu is het eigenlijk te laat door mij. Ik ben wel echt nog steeds blij met mijn haar, want al heb ik het niet gedaan, zit het alsnog echt super mooi. En het pak is ook te lang trouwens, maar dit is het. Je ziet wel een beetje die body, maar I like. Oké, okay, goodbye. Morning. Oh nee, het is... Oh, het is pas 2:00. Het valt best wel mee trouwens. Ik sliep denk ik om 4:30 tot 11:30. En ik voel me best prima vandaag. En nu ga ik even de tafel dekken. Want morgen hebben we paaslunch met mijn ouders en Haanse ouders. Super gezellig. Dus ik ga nu vast even de tafel dekken. Oké, okay, dit is mijn hele tas met boodschappen die niet in de koelkast zitten. En... maar... ik weet eigenlijk niet waar de tafel kleed is. Nou, ik weet bijna ik weet zeker dat ik hem had gekocht. Oké, hij zit hier dus niet in. Ik heb het idee dat ik heel veel dingen ben vergeten, want ik had ook spekkoek gekocht en die is ook kwijt. Nou, dat is niet zo mooi. Deze hebben we nog van vorig jaar. Ik heb even op mijn bonnetje gekeken in de Lidl Plus app en ik heb het helemaal niet gekocht, het tafelkleed. Terwijl ik het echt zeker weet. Zo jammer. Ik ga even met heet water proberen eraf te krijgen, het ergste. De rest heb ik al gekrapt met een mes. Maar je weet ook niet dat het kaars zit dan in je gasten. Nou, dat dingetje uittesten wat ik had gekocht, zo'n mee kaars. Ik weet niet echt hoe ik hier nu bij kom. Oh nee, ik kom niet diep genoeg natuurlijk. Moet lucifers hebben. Oh, maar deze kandelaar is super goed, die blijft gewoon zitten. Nice. Leuk paaskleurtje toch dit. Nou, maar dit tafelkleed voor buiten heeft ook al een paaskleurtje. Om helemaal iets te gaan kopen nu. Dat vind ik echt onzin. Ja, echt. Dat vind ik echt onzin. Zou je niet denken? Maar hij past perfecto. Perfect. Perfectemo. Cute. Dat is toch cute. Leuk. Leuk met die stoelen. Ja. Zo. Ja, van die tafelklemmen hebben. Oké. Okay. Nog één bord nodig. Dan is het in de vaten. Hier een kruk en dan daar nog een krukje. En dit leuke servies. Komt helemaal achter in de kast. Ook leuk om daar lekker. Hier kan je zo'n vet mooi beleg of zo opleggen morgen. Hoe leuk. Oh, dat is echt mooi. Ja, super mooi. Wauw, I love it. Prachtig. Oh, dat is zo mooi. Ik hou echt van tafeldekken. Heerlijk. Zijn het er wel genoeg? Ja.
7. Hoe schattig zijn deze? Oh. Ik leg ze op het bord, dat vind ik altijd leuker uitzien. Zo cutie. De laatste keer tafeldekken was met kerst. En ik vind het leuk, want kerst is zo'n ander soort stijl dan Pasen. Ik doe nu even wat heet water gedaan en toen doe ik het met een doekje afnemen. Dat werkt heel goed. Dan blijft daar een beetje het kerstfeest in zitten. Dan moet je wel eerst met heet water, anders werkt het niet. Het is dus allemaal van mijn webshop. Zo mooi. Prachtig. Deze kaars van de Action volgens mij. Oh, deze eitjes zijn van de bakker, die had haar van zijn werk. Maar die groene zijn volgens mij altijd heel lekker. Oh, het is gewoon wit. Maar even eitjes aan het sorteren. Ook nog wat we wat overhouden om te verstoppen. Deze kleurtjes zijn echt prachtig op tafel. Kijk hoe cute het er nu al uitziet. We hebben dus geen eierdopjes. Dus het zijn de enige twee waar een eitje in past. Ja, ik koop dat nooit. Dan denk ik, wat moet ik ermee? Dus daar moet ik nog even wat op verzinnen. Maar dit is toch te cute. En wat ik laatst heb gekocht, heb ik nu gebruikt. Waarvan ik toen zei, oh, dat is leuk voor een babyshower. Lekker gechilled vandaag in het zonnetje gezeten. En ik ben weer met allemaal pakketjes bezig. Dus ik heb net weer allemaal pakketten erop gezet. Maar echt super goedkoop. Echt 8 oorbellen voor 20 euro. Ja, ik moet er toch van af. Ik heb nog dit. En hij heeft gekookt. Het ziet er zo lekker uit. We gaan lekker film kijken. Heerlijk. Dit is spitskool. Dit is, hoe heet dit ook weer? Biefstukrollade, wat was dit? Met er staat ook een temperatuurmetertje bij en zo. Echt heel leuk. En asperges met ei en ham. Er komt nog iets aan. Oh ja, super lekker. Dan ga ik net als vorige week de vlog nu vast lekker afsluiten. Gaan we lekker een avondje chillen. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet je duimpje omhoog te doen. Te reageren. Abonneren en me te volgen op socials. En dan zie ik jullie bij de volgende vlog. Of bij een extra video misschien bij MacBay. Doei!